Net als vorig jaar lag er ook dit jaar weer een ijsbaan op het Rijnplein. Dit jaar twee keer zo groot, 600 vierkante meter ijs in Alphen. En ja, inderdaad, super trots. Weer een jaar mee bezig geweest en dan weer heel veel verbeterpunten aangebracht ten opzichte van vorig jaar. Ja, en dan kunnen we weer schaatsen met z'n allen tot 4 januari. De afgelopen maand waren er veel activiteiten op de ijsbaan. We hebben heel veel in de buurt gezocht en we vinden toch altijd dat het in de plaats moet blijven. We hebben met het idee uit Leiderdorp heel veel samen gedaan. En die zijn geweest met Mega Mindy op het ijs, die zijn geweest met de Beestenboel op het ijs. We hebben schaatslessen voor kinderen. We hebben de opening gehad met het Agion. Denk een completer assortiment entertainment op de baan. Erik zag het aantal bezoekers voor dit jaar vooraf al positief in. We zetten dit jaar in op 25.000 bezoekers, of schaatsende bezoekers, laten we zo zeggen. En we hopen 40.000 mensen naar Alphen te trekken. Vorig jaar hebben we 12.000 schaatsende mensen gehad. Ja, we willen dit jaar gewoon afsluiten op 25.000. Tuurlijk weten we dat pas nadat alles weer weg is, dus half januari zullen we bekend hebben hoeveel er echt geweest zijn. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we gewoon de 24.000 halen. De organisatie hoopt dat er in december 2009 opnieuw een ice-event plaats zal vinden op het Rijnplein.